Hier is de wildernis. Aan de buitenkant van het hek van mijn pensioen. Hier leven tijgers. De locals zien regelmatig tijgers voorbij lopen. Het is hier nu een lekkere oven, zo'n 36 graden. Maar in de komende week, als ik hier alweer weg ben, wordt het boven de 40. En in april, mei wordt het 48, 49 graden. Tadoba, reservaat, heel veel herten gezien, apen, bijzondere vogels, maar ook twee tijgers en een luipaard en een lippenbeer. Een fantastisch mooi gebied, chockvol beestjes hier. Thank you.
Hier leven beren, Tibetaanse wolven, lammergieren, ibeksen, blauwschapen. Maar het bijzonderste dier van allemaal, de sneeuwluipaard. Ik ben nu in de Himalaya, Noord-India, niet zo heel ver van de grens met Tibet, op 4.500 meter hoogte. En we gaan op zoek naar de sneeuwluipaard, mijn gids en ik. Vier dagen lopen ploeteren door de sneeuw, op 4000 meter hoogte. Maar dat was het wel waard, want nu zien we een sneeuwluipaard. Fantastisch, wat een mooi dier. Hij zit naar ons te kijken. Schitterend beest. We are so happy that we have just seen yes, beautiful snow leopard. Yes. It's today's amazing sighting. After, you know, the very hard work. Yes. Very difficult to find the cat. I'm very thankful. Thank you.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.